Op 31 mei en 29 juni 2007 vonden op het Koorkerkplein in Middelburg twee bijzondere markten plaats. Onder het motto Het land in de stad, proef, beleef, geniet en ontdek het platteland, presenteerden studenten van het MBO van het Groencollege Goes samen met een aantal producenten streekproducten uit Zeeland. We hebben voor het Koorkerkplein in Middelburg gekozen vanwege haar historische uitstraling, haar intieme schaal en haar bereikbaarheid. Het Koorkerkplein vormt als het ware een doorgangsroute in Middelburg langs verschillende andere activiteiten. Het Land in de Stad is een project dat er onder andere voor probeert te zorgen dat bedrijven van het platteland de kans krijgen om hun producten en diensten te promoten en te verkopen in de stad. Om dat voor elkaar te krijgen hebben coaches van het Groencollege Goes samen met ondernemers bedacht om midden in het centrum van Middelburg een evenement te organiseren waar jij voor je stageplaats producten of diensten zou kunnen presenteren en of verkopen. Dat kun je natuurlijk niet zomaar. Je wilt vanzelfsprekend alles weten over het bedrijf en zijn producten en of de diensten. En daarom is het mogelijk om tijdens de zomerstage bij een bedrijf stage te gaan lopen waar je alles kunt leren over het product dat je op de markt laat zien of verkoopt. Dit kun je prima koppelen aan leeractiviteiten. Denk bijvoorbeeld aan inzage in de bedrijfsvoering, ontwikkelen PR en aan het presenteren van het bedrijf en of de diensten of producten. Het gaat dus om het voorlichting geven over en het demonstreren en verkopen van producten en diensten van jouw stagebedrijf. Daarnaast kunnen leeractiviteiten omgezet worden in een uitvoering van een proeven van bekwaamheid. Wanneer je ervoor kiest om mee te doen aan het Land in de Stad, dan leer je dus van alles over het bedrijf zelf en hoe de producten of de diensten tot stand komen. De markt zelf wordt twee keer per jaar gehouden. De eerste keer is de begeleiding van een coach en je stagebieder. En de tweede keer kun je er helemaal zelf voor zorgen dat je het product of de dienst zo goed mogelijk presenteert en verkoopt. En stel je voor, het is prachtig zonnig weer. Je staat op de markt van het Land in de Stad, midden in Middelburg, achter een fraaie, versierde kraam met erop een aantal erg lekkere streekproducten. Markt, tomaat, smaak, tomaat.
En we willen terug naar de tomaat van vroeger. 10 jaar geleden heb je die wassenbomen gehad. En toen zeiden we, dat hebben we niet meer. We hebben nu die smaak van vroeger. Die vroeger nou een samenstelling van meerdere soorten jam en andere dingen. En dat is de reden dat we begonnen zijn met het samenstellen van allerlei pakketjes. Van, dit zijn oestermandjes die we gebruiken. Dit zijn chipjes. In het voorjaar 2007 ben ik door het projectteam enthousiast gemaakt voor het land in de stad. Ik heb daarom mijn stage zo gepland dat deze aansloot. Op de marktdag heb ik mijn eigen gemaakte kaas verkocht van kaas- en zorgboerderij Pittenberg. Daar heb ik stage gelopen van de zomer. Hier heb ik al het kaasmaken geleerd. Daar kwam heel wat bij kijken. Bijvoorbeeld proceskennis, hygiëneprocedure, planning voor de markt, etc. Om een voorbeeld te krijgen, een 10 kilo kaas duurt 6 weken voordat hij goed gerijpt is. Dus van tevoren moest ik een planning maken welke kaas ik wilde verkopen. Ik wilde ook bolletjes meenemen. Kruiden en naturel. Die duren maar 10 of 12 dagen voordat ze goed zijn en dus verkocht kunnen worden. Deze kazen moesten dus een 2-3 weken van tevoren gemaakt worden. Ook de presentatie vond ik zeer belangrijk. Ik moest dus gaan nadenken hoe ik mijn kraam wilde inrichten. Met een mooi woord heet dat etaleren. Ik wilde ook graag foto's meenemen van de zorgboerderij en daarbij de nadruk op leggen. Bijvoorbeeld eigen geraapte eieren en met zorg gekweekte tomaten. Maar ook de details als het maken van een t-shirt met de naam van Pittenberg erop of andere streekproducten in mijn kraam neerzetten. Omdat ik alleen stond, wilde ik ook iemand meenemen. Dit werd Nathalie. Zij werkt al een jaar in de boerderijwinkel. Ik wilde haar graag meenemen voor het kaas te versnijden en te verkopen, zodat ik mijn mensen naar mijn kraam kon lokken om te laten proeven en misschien iets te kopen. En weet je, het werd een groot succes. Ik heb die dag veel verkocht en veel voorlichting kunnen geven over bijvoorbeeld de zorgboerderij en alles wat ik van de zomer heb geleerd. En dat alles in een gezellige en een ontspannen sfeer. Zo werd het land en de stad een geweldige leerervaring voor mij, waarbij de marktdag de kroon op mijn werk was. Volgend jaar ben ik zeker weer van de partij. Dan met schapen- of geitenkaas. Of misschien zelfs met paardenmelk. Het is prachtig, zonnig weer. Je staat op de markt van het land in de stad, achter een fraai versierde kraam met daarop een aantal erg lekkere streekproducten. Links en rechts, en tegenover je zie je een aantal mededeelnemers. Ook achter fantastische kramen. Sommigen verkopen diensten, anderen hebben prachtige producten uitgestald. Thank you.